Ik loop hier achter Hans Laurentius aan. Zijn we ergens naar op zoek, Hans? We lopen ergens vandaan misschien. Oh, dat kan ook nog. Prachtig landschap hier in Noord-Limburg. Ja. Is dit nog steeds het plaatsje Heijen? Ja, klopt. Hier woon jij? Ja. En hier geef jij sinds kort ook weer satsang? Ja, het is weer ontstaan, ja. Ja. Niet meer in het centrum wat je eerst had, hè? Nee, dat is net overigens helemaal afgebroken. Dus, dat was hier, hè? Nee, dat niet, maar daar lijkt het nu op, ja. Ja. Dus het is nou echt helemaal verdwenen. Er is geen horizon meer, dus dat is wel geestig. Ja. Hoe heet het nu dan? Niks. Geen naam? Nee, en het was alleen maar dat pand wat de horizon heette. Het was op het terrein van dichterbij een instelling eigenlijk voor verstandelijk gehandicapten. En ik werkte, zei ik altijd, maar met de spiritueel gehandicapten. Dat is een mooi terrein. Is dat zo? Zijn wij spiritueel gehandicapt? Nee, maar ik vond het wel leuk om te zeggen. Ja, is het ook, ja. Je hebt me wel eens een keer gezegd van, joh, je mag maar best eens wat kritischer aanpakken en wat pittigere vragen stellen. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen dan. Nou, kom op. Laatst Jan van Delden is gesproken. Mm-hmm. En die blijft toch maar steeds zeggen dat dit allemaal niet waar is. Dit is een illusie. Waarom zouden we met die illusie dan van alles moeten onthechten, onconditioneren enzovoort? Dat moet ook helemaal niet. Alleen als je er last van hebt, als je een splinter in je voet hebt en je wil hem eruit hebben, dan doe je er iets aan. Mm-hmm. En als je het wel prettig vindt, dan loop je door. Maar focussen we toch niet te veel op dat dit echt is? Ik denk het wel. En doe jij daar aan mee? Ga jij daarin mee? Nee. Dat is een hele goede vraag. Ik heb er geen antwoord op. Stel, ik kom bij jou en ik zeg van, joh, en ik zit toch zo hiermee en daarmee en dit. Dan ga je mij tussen aanhalingstekens helpen en wegwijzen. Van, ja, je zou... Het hangt er een beetje van af. Je zou kunnen zeggen dat er twee categorieën mensen bij me komen. Sommigen die suggereren dat ze waarheid willen. Dan neem ik een andere aanpak dan degene die een beetje meer vertrouwen in het leven willen hebben. Hoe bedoel je dat? Sommige mensen, zeg ik wel eens, die willen een prettiger droom. Fair enough. Ja. Nou, daar kun je dingen voor doen, zodat dat gebeurt. En andere mensen die willen wakker worden. Dat is iets heel anders. Dan ga je niet rommelen in de marge, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Of deelprobleempjes aanpakken. Oké, dus er zijn eigenlijk twee versies van, van jouw teaching, om het zo te noemen. Ja. En ik heb dat eerder ook wel genoemd van, je zou het ene kunnen noemen verlichting. En streven naar vrijheid. Het andere menselijke volwassenheid. Ja. En ik heb je die vraag als eerder gesteld. Is menselijke volwassenheid eerst nodig voordat je naar het andere kan gaan kijken? Of is het totaal iets anders? Het zijn eigenlijk twee verschillende dingen waarbij het wel spontaan kan gebeuren. Dat als die volwassenheid er is, dat de boel nog verder uit elkaar valt. Dat is mogelijk. Maar het kan ook zomaar. En is daar een lakmoesproef voor om te testen of iemand menselijk volwassen is? Ja, dat kun je wel merken. Doe eens. Iemand die bijvoorbeeld alles volledig durft te voelen, dus niet de neiging heeft tot allerlei vermijdingsgedrag, dat is een redelijk criterium. Dus er zijn er wel meer. Mm-hmm. Ja, dus als je een gevoel van compleetheid ervaart en je hoeft niet te proberen iedereen tevreden te houden om je compleet te voelen, is dat ook een teken van volwassenheid. En wat nog meer? Dat je minder de neiging hebt om uitkomsten te forceren, dus dingen per se op jouw manier te willen hebben. Ja, maar dat heeft nog niks met verlichting te maken. Nee. Oké, laten we dit even bezinken, lopen we even een stukje verder. Okay. Het begint nu wel heel professioneel te worden, want ik begin Hans ook al aanwijzingen te geven. Ja, misschien kun je zo gaan staan, dan hebben we mooi dat gras op de achtergrond. Hans, als ik op satsang kom bij jou, wat is dan het eerste wat jij mij vertelt? Niks. Oh, jij gaat gewoon zitten? Ja, het begint met gewoon stil zijn. Waardoor er als het ware een energieveld ontstaat en iedereen de kans krijgt daar als het ware in te zakken of in opgenomen te worden. Zodat je eigenlijk uit je hoofd gaat. Want als iemand helemaal in zijn kop zit, dan kun je zeggen wat je wil, maar het komt toch niet binnen. Nee, dus dat is nodig om even te aarden of zo. Ja, zou ik kunnen zeggen. En het is heel prettig, tenminste heel veel mensen vinden dat fijn. Maar dat zijn dan niet mensen die voor het eerst in aanraking met dit onderwerp komen, ja, wel? Ook. Het was na afgelopen zaterdag gewoon een heel gemengde groep. Dus mensen die ik al van vroeger kende. Mensen die pas de laatste paar jaar langskomen voor sessies of dat soort dingen. Dus er zaten mensen bij die al vaker naar satsangs geweest zijn. Van anderen of zo. En mensen die er nog nooit geweest waren. Nou, ik merkte weinig verschil. Ook niet in de vragen die ze stelden? Jawel, maar niet in de ontvankelijkheid, zou ik maar zeggen. Ja. Kijk, iedereen die stelt natuurlijk vragen vanuit het punt waar hij of zij zit.
Maar als je in die ontvankelijkheid komt en je begint al die ruimte en die stilte te voelen, heel veel van je oppervlakkige vragen, zou ik maar zeggen, die vallen eigenlijk al gelijk weg. Ja. Dus het is ook een soort zeef. Het vult dat gelijk een hele hoop mindvragen eruit. En heb jij nou niet de angst dat er sommige mensen alleen maar bij jou een beetje komen bijtanken? Nee, daar ben ik niet bang voor. En als ze dat willen, dan moeten ze dat lekker doen. Nou, er zijn wel eens leraren, collega's van jou, die daar eigenlijk een hekel aan hebben. Hè? Mensen die alleen maar even komen bijtanken en dan gaan ze weer. Ja. Terwijl ze er nooit een stap verder mee komen. Ja, ja, klopt. En daar kun je dan wel fijn een hekel aan hebben. Maar dan moet je of gewoon zeggen van donder op. Of je moet gewoon accepteren dat die er ook zijn. En je kunt verder er zelfs nog blij mee zijn, want ze betalen toch ook. Ja. Dus what's the problem? Ja, dus jij stuurt nooit iemand weg? Jawel, heb ik regelmatig gedaan, maar niet vanwege alleen maar dat. Waarom dan wel? Totale onverzettelijke houding van, u gaat mij toch niet vertellen, meneer. Weet je wel, dan heb ik zoiets van, jou, kom hier doen, weet je wel. We gaan hier geen discussiespelletje spelen over je. Het is geen machtsstrijd of iets dergelijks. Ik reik gewoon iets aan, take it or leave it. En als je het niet aanstaat, dan daar is de deur en... Goeiedag. Zie je daar juist niet de uitdaging in? Je denkt, jou krijg ik ook nog wel. Nee, want het is geen spelletje voor me. Nee. Wat is het dan wel? Een roeping? Ik zou het niet weten. Het wil zich gewoon uitdrukken. En ik moet zeggen dat voordat dat hele satsang gebeuren ontstond, ik ben altijd een deler geweest. Dus als ik iets ontdekte... Mooie muziek nou, of zo? Ja, precies. Of dat nou muziek was, of een gedicht, of iets wat ik zelf geschreven had, of een mooi boek of zo, had ik ook de neiging om te zeggen van, hey, kijk eens. Ja. Dus daar heeft er altijd op gezeten. Het zal het aard van het beestje zijn. En op een gegeven moment ontdek je een paar dingen en denk je van, nou, misschien is dat nuttig voor mensen. Ja, dan ben je zo naïef om dat te gaan vertellen. En voor de een het weet is het je baan. Ja. En geef je weer satsang? Ja, ook dat nog. En loop je met een cameraman door het bos? Laten we een stukje verder lopen. Yes. Hans, wat is nou de meest gehoorde vraag tijdens satsang? Welke vraag komt keer op keer terug? Nou, een heel populair onderwerp is vrije wil en verantwoording. Oh ja. Die komt heel vaak voor, terwijl dat op tal van manieren door tal van mensen al zo uit de doeken is gedaan, is dat toch iets waar mensen mee zitten, zal ik maar zeggen. Ja. En een andere is dat ze bang zijn van ja, als dat dan allemaal zo is, van ik ben bewustzijn en als je dat ervaart is alles goed, waarom zou ik dan nog iets doen? Ja. Waarmee gelijk dat dus weer een kiezende ik ingeprojecteerd wordt zonder dat ze er erg in hebben. Ja. Alsof er een ik was die koos om op de bank te gaan zitten of iets te gaan doen. En niks doen is ook iets doen, hè? Ja, ook dat. En je houdt het nooit lang vol. Hè? Nee. Maar dan noem je wel een mooi onderwerp. Ik merk bij mezelf dat ik dat niets doen, dat ik me dat zelf weer moet aanleren. Dat lijkt alsof dat iets schandelijks is. Mm-hmm. Terwijl luieren in de 17e en de 18e eeuw, dat was gewoon een deugd. Ja, dat is het ook, denk ik. Is niet gewoon ook, zijn we niet ook gewoon zo geconditioneerd dat je altijd maar bezig moet zijn? Ja. Je moet een productief lid van de samenleving zijn. En dat wordt altijd verward met mentale of lichamelijke activiteit. Ja. Terwijl heel veel creatieve ideeën, dat zul je zelf ook herkennen, die gebeuren als je gewoon even een eindje loopt. Of je zit even voor je uit te staren of maar op het zit je op de wc. Ja. En ineens weet je iets. Ploep. Dus ik denk dat dat net zo goed nodig is, niks doen, als actief zijn. Het zijn twee bewegingen die bij het leven horen. Hoe weet je of dat een beetje in balans is? Dat kun je eigenlijk alleen maar voelen. Dus je kunt voelen in jezelf wanneer je handelt, bijvoorbeeld vanuit een onrust of vanuit een enthousiasme. Dat zijn twee verschillende energieën. In het ene geval ben je eigenlijk die onrust aan het ontlopen. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld de leegte op aan het vullen. Je hebt een uur niks te doen en het begint je aan te vliegen, dus ga ik maar gauw wat doen. Ja. En dan vertel je jezelf, dat doe ik omdat het nuttig is, want ik moest toch nog, nou ja, whatever, die brief schrijven of zo. Maar in feite ben je gewoon op de loop voor leegte. Nou, je hebt ook mensen die gewoon stil kunnen zijn, dus in die leegte kunnen zijn zonder dat ze per se iets moeten. En op een gegeven moment komt er een natuurlijke impuls van oké, nou is het tijd om te stofzuigen of naar mijn werk te gaan of... Net wat het is. Ja.
Maar er zijn geen algemene regels voor, dat is voor iedereen... Nee, geen mentale, het zijn gevoelsdingen. Dus je kunt twee mensen hebben die zeg maar allebei actief zijn, waarbij je als je gaat voelen, de ene voelt, ja dit is juist, het klopt gewoon, het is rond, en bij de ander voel je gewoon chaos in actie. Chaos in actie? Ja, dat is heel veel. Heel veel wat we doen is gewoon chaos in actie. Om maar ergens vanaf te komen? Ja, en vanuit inderdaad, wat je zegt, die geconditioneerdheid van dat je bezig moet zijn. Ja. En zelfs heel veel mensen van, jij werkt dan toevallig bij de radio, maar heel veel mensen die vullen hun leven ook op. Ze staan op en klik die radio gaat aan, ja. De hele dag dendelt dan maar door. Ze luisteren niet echt, maar in feite ben je gewoon leegte en eenzaamheid aan het ontlopen. De stilte aan het opvullen. Ja, en er is natuurlijk niks tegen luisteren naar een radioprogramma als je dat leuk vindt, maar als je stelselmatig alles maar volpropt, ja, dat is dus niet volwassen, zou ik maar zeggen. Nou, ik weet van mijn broer, die kan er überhaupt niet tegen. Als die bij mijn moeder binnenkomt en er staat geen radio aan, dan moet iets aanstaan. Ja, nou, hij kan niet tegen die stilte. En zo ken ik er nog meer, mensen die onrustig worden van de stilte. Yes. Dat is toch van de gekke eigenlijk? Eigenlijk wel. Kijk, en als je het op een energieniveau bekijkt, van als we in stilte zijn, de onrust die in ons systeem zit, zoekt eigenlijk een uitweg. Ja. Dus die wil eigenlijk alleen maar ervaren worden, zodat die zich bevrijden kan. Wij durven niet te voelen, dus we blokkeren het gelijk en gaan gauw iets doen. Ja, afleiding. Want anders moet ik die onrust gaan voelen. Ja. Ja, daar hadden we geen zin in. Dat is jammer, want zo hou je de onrust in stand. En zo leef je dus niet jouw leven, als zoiets al bestaat, maar het leven van je onrust, van je angsten, van je conditioneringen, van je vermijdingsgedrag. Constant op de vlucht. Ja. Yes. Dus daarom zeg ik ook vaak van de meeste mensen zijn vluchtelingen in hun eigen leven. Dat is een beetje jammer. Nou, laten we nog even genieten van de stilte. Hans, ik kruip nu even in de rol van die man van de VPRO. Oh ja. Ik ben zijn naam even kwijt, maar die praat altijd een beetje zo. En dan gaat hij buren interviewen die ruzie hebben met elkaar. Eens kijken of ik hem een beetje kan imiteren. Dus u bent verlicht. Ja, dat zeggen ze. Hoe voelt dat nou? Ja, best wel goed eigenlijk. En waar kan ik dat krijgen, verlichting? Ja, alleen in jezelf. Is niet te koop. Nee, je mag er wel voor betalen, maar het is eigenlijk gratis. Aha. En u kunt mij dat zomaar geven, verlichting? Nee, verlichting kun je niet geven. Niet? Nee. Maar waarom komen al die mensen naar u toe dan? Ja, dat is een goede vraag, maar dat moet je eigenlijk aan die mensen vragen, denk je niet? Ja, u roept die mensen toch op om naar u toe te komen? Ja, ik ben beschikbaar, ja, dat klopt. Er zijn een paar dingen die je kunt aanwijzen, die kunnen helpen om een paar illusies te laten vallen. Wat voor illusies dan? Nou, bijvoorbeeld dat je denkt dat je een afgescheiden wezentje bent. Dat jij en het leven twee losse dingen zouden zijn. Of jij en die boom bijvoorbeeld. Dus die boom, dat ben ik ook? Eigenlijk ben je alles, ja. Alles wat je waarneemt. Oh. Dus je bent het waarnemen, zou je kunnen zeggen, en wat je waarneemt. En dat is ook, als je daar even naar kijkt, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je hebt nog nooit een ervaring gehad zonder dat jij er was. En er was ook altijd iets te ervaren. Dus die boom die is er niet als ik er niet ben? Die hangen samen. Oké. Nou, dat was een mooie imitatie, hè? Nou, we lopen hier op het pad der verlichting. Het einde daar. Daar kunnen we het vinden, Hans. Ja. De pot met goud, daar breng je me nu naartoe. Precies. Je vertelde net iets heel interessants over het waarnemen en de waarneming. Mm. Kun je dat nog één keer herhalen? Nou, ik vond het grappig gewoon van dat het eigenlijk maar weinig mensen opvalt dat wat we de waarnemer noemen en de waarneming, dus het object wat we waarnemen, dat tegelijkertijd verschijnt. En dat lijkt bijna niemand op te vallen. En het zijn gewoon twee aspecten eigenlijk van hetzelfde. Dus er is altijd een waarnemer en iets wat waargenomen wordt tegelijkertijd. Mm-hmm. En toch doen we net alsof het twee gescheiden dingen zijn. Dus ik ben niet het waarnemen alleen? Nee, niet alleen. Ook het waargenomene? Ja. Yes. Daar komt het op neer. En iedere ervaring die je hebt gehad, daar was het waarnemen bij betrokken. En iets wat waargenomen werd. Al is het maar puur bewustzijn. Dus dan is er niet echt een dingetje. Mm-hmm.
Maar dan is bewustzijn zich bewust van zichzelf. Ook een soort ervaring, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus de ervaarder en de ervaring zijn feitelijk niet twee. Die zijn één. En zou je kunnen zeggen dat die twee elkaar... Nou, ze zijn één, maar dat ze elkaar wel nodig hebben? Nee, want dan zouden er dus twee dingen moeten zijn. Oké. Maar er is dus zonder waarneming ook geen waarnemer. Nee, exact. Dan is er gewoon niks. Ja, zou je kunnen zeggen, ja. Al kunnen we niet weten wat dat is, hè? Niks. Nee. En wat vind je dan van de uitspraak die zo'n guru uit India doet? Ik weet niet of het Nisargadatta was of een van zijn collega's. Dat je in feite niets bent. Dat je dus eigenlijk vormloos, gewoon onaanwijsbaar. Jij zegt nu van, je bent het waargenomene. Ook. Ook? Ja. En wat dat waargenomene, wat de waarneming draagt, ben je ook. Ja. Dus als je het in drie stukken uit elkaar haalt, kenner, gekende en dat wat gekend wordt, die drie dingen die zijn ook altijd tegelijkertijd aanwezig. Mm-hmm. Je kunt dus niet daar een scheiding in maken. Net als water is vloeibaar en vochtig. Ja. Je kunt dat niet uit elkaar trekken, snap je? Ja. Dat is wat het is. En vuur is licht en warmte. Ja. Je kunt dat niet losmaken. Ja. En toch hebben wij de neiging om dat wel te doen. Ik en het leven. Mens en natuur. Weet je wel, body en mind. Alsof het twee dingen zijn die tegenover elkaar staan. Terwijl binnen een seconde kan je ervaren of inzien dat alles tegelijkertijd aanwezig is. Right here. Right now. Exact. Nou, dan gaan we daar nog even van genieten. Ja, leuk hè. Maar loop ik nou rond in een droom, Hans? Ja, je zou kunnen zeggen, dat je kunt het een droom noemen. Je kunt ook zeggen dat je in jezelf rondloopt. Dat is ook wonderlijk. Je bent een beetje in jezelf aan het rondkoekeloeren. Ja. En ineens verscheen daar een Hans Laurentius en een Patrick. Ja, dat is ook gewoon een aspect van jou. Hè? Hoewel alles verschijnt in bewustzijn. Het enige waar je zeker van kan zijn, is dat jij bestaat. Je kunt niet bewijzen dat ik besta. Nou, ik kan jou toch een stomp geven en dan hoor ik auw. Wat bewijst dat dan? Dat bewijst dat je druk op je hand voelt. Nou ja, dat jij auw zegt. Ja, welke jij? Die Hans die hier naast me loopt. Ja, maar dat is alleen maar een verschijnsel in bewustzijn. Dus wat die zogenaamde Hans ook doet, bewijst alleen maar dat jij bestaat. Niet dat die Hans bestaat. Jij neemt het toch waar? Mm-hmm. En voor jou geldt hetzelfde? Ja. Dus ik wandel hier met mezelf door mijn eigen gemaakte bos. Ja, zo zou je het kunnen zien. Ja. Wonderlijk. En het kostte geen inspanning, hè? Om dat bos te maken. Of om jou te doen verschijnen, ja. Wat een cadeautje, hè? Dat is toch wonderlijk? Ja. Als je in de auto, je zat in de auto hier naartoe, zeggen we dan. Toen was het ook gewoon nu. Ervaarder en ervaringen. Mm-hmm. Tegelijkertijd. Altijd compleet. Dus ieder moment is gewoon de compleetheid zelf. Toch een mirakel. En vooral dat niemand het ziet. En waarom zien we het niet? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb er nog steeds geen antwoord op. Je hoort wel eens omdat het zo dichtbij is, dichterbij dan een hartslag, dan een oogknippering. Ja, het is te makkelijk of zo. Te voor de hand liggend. Ja, schijnbaar. We zijn ook heel erg getraind natuurlijk, dus er zijn wel allerlei deelantwoordjes op mogelijk. We zijn heel erg getraind om onze aandacht op een object te richten. En of dat nou een emotie of een gedachte is of een plant of whatever. Dat we eigenlijk niet meer zien dat de ruimte of de stilte waarin dat plaatsvindt er de hele tijd is. Mm-hmm. Dus het meeste is leeg, zou je kunnen zeggen. Zelfs de natuurkundigen beginnen erachter te komen, dus dat is leuk. We zijn een inhaalslag aan het maken. Dus het meeste is leegte, stilte, openheid. Maar die zien we niet, want we kijken naar die boom of naar de straat. De inhoud, daar focussen we steeds op. Ja, exact. En jij zegt, focus je keer op waar de inhoud in verschijnt. Ja. Dan vind je meteen een vorm van stilte. Ja, op een relatief niveau, heel veel mensen hebben last van onrust. En dan gaan ze proberen stil te worden of rustig te worden. Mm-hmm. Dus ze gaan hun systeem dwingen om te kalmeren. Wat je ook kan doen, is je aandacht een beetje uitspreiden naar de stilte die er al is en die even tot je door laten dringen. It's always there. Als je dat doet, binnen 2 minuten is je systeem ook kalm, is je geest leeg en ben je weer schoon, ben je gereset. Het is veel makkelijker.
Maar die stilte kun je niet aanwijzen, want die is overal. Ja, en dat hoeft dus ook niet. Je hoeft hem alleen maar op te merken. En dat is eigenlijk net zo makkelijk als opmerken dat je voet de grond raakt. Dat is niet echt iets doen. Je merkt gewoon op dat je voeten gewoon de grond raken. En daar hoef ik niet voor te mediteren. Nee. Want, maar het hoeft dan ook niet stil te zijn. Je kan ook gewoon een vogeltje horen fluiten. Ja, of, sure. Dus het gaat erom dat je de stilte hoort waarin de geluiden of gedachten of gevoelens hun dansje dansen. Het gaat er niet om dat er een soort hersendode toestand ontstaat. Waarin er nul gedachten meer zijn, geen gevoelens, geen sensaties. Ja. Het is een soort verschuiving van je nadruk. Dus in plaats van de nadruk de hele tijd te leggen op alles wat er gebeurt. Het gewoon te ontvangen in een open ruimte. Die er al is. Gratis en voor niets. Ja, absoluut. Hoef je niks voor te doen. Nee. Ook geen boek van Hans Laurentius te lezen. Nee. En als je dat toch al doet, is het leuk om je te realiseren dat dat lezen plaatsvindt in die stilte waar dat boek nou verwijst. Beetje raar om door te lezen dan eigenlijk. Kan het boek zo de brandhaard in? Ja, ja, of je geeft het aan iemand anders die liever leest over de stilte dan om te ervaren. Ja, maar dat noem je wel een mooie. Is dat wat wij constant ook met dit onderwerp aan doen zijn? We voeden ons met allerlei informatie erover. We bezoeken satsangs. Maar het echt proeven van die sinaasappel, of dat... Mm-hmm. dat Ja, veel mensen stellen dat heel lang uit, ja. Waarom toch? Ja, een antwoord is dat ons ego vindt het leuk om bezig te zijn. Ja. Dus die wil wel zoeken, maar die wil niet vinden. Want als die vindt, valt het stil. Ja. Dus dat vindt hij vervuilend. Is de hobby voorbij? Ja. Dus heel veel mensen gaan een nieuwe identiteit creëren. Namelijk die van spiritueel zoeken. Ja. Ja. Spiritualiteit eindigt in feite op het moment dat je gevonden hebt. Of gevonden bent, net hoe je het zeggen wil. Dan is het over met je spirituele zoektocht en spulletjes en bijeenkomsten enzovoort. En wordt dat niet heel erg saai dan? Nee. Dat is heerlijk. Ja? Ja, zo'n bevrijding om niet te hoeven zoeken. En het, wat je zoekt ben jezelf, heb ik ook wel eens gehoord ergens. Ja, zo kun je het zeggen, ja. Dus je bent gewoon achter je eigen staart aan het aanrennen de hele tijd. Of anders gezegd, wat nog akeliger is eigenlijk, je loopt de hele tijd weg bij jezelf. Je draait je daar. Ja, je draait jezelf, we noemen dat de rug toe, ja. Constant. Ja. Ja. Dat laat ik even op inwerken, Hans. Ja. Ik moet ineens denken aan een KRO-programma, De Wandeling. Dan doen ze ook een beetje dit. Maar ja, dan hebben ze het meestal over de dood. Oh ja, dat is ook leuk. En allerlei traumatische gebeurtenissen in het leven. Daar focust de tv zich graag op, hè? Ja, een beetje sensatie, hè? Alle trauma's. Zou je de tv en de media gewoon één groot uitvergroot ego kunnen noemen? Dat vind ik wel interessant. Maar het speelt in ieder geval wel op ego-trekjes in. Dus de behoefte aan sensatie, angst, lijden, geweld. We zijn inmiddels aan het einde van het verlichte pad. Ja. Hier moeten we het dus gaan vinden. Dit is de kaart naar verlichting. Hier is het te vinden, hè? Zeggen ze. Dat was wel een Duitse verlichting. Oh nee, niet in Kleves. Überlichtung. Ik weet niet hoe ze het daar noemen. Nee, je geeft dus nog steeds satsang in, of weer satsang in Heijen. Ja. Hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Ja, via de site. HansLaurentius.nl. Yes. Hoe lang is het nou nog teruglopen, Hans? Drie kwartier als je in tijd gelooft. De duisternis begint in te vallen. Het hangt ook een beetje van het tempo af. Hè? Ja. Oh, daar komt de... De spiritualiteitspolitie. Dan worden hier echt terugdraaien, anders pakken ze. Dan worden hier dingen gezegd die niet pluis zijn. Nee, maar even over de dood. Begeleid je ook wel eens mensen die... Die dood zijn. Ja, of die op het punt staan om te sterven. Nee, is nog niet gebeurd. Behalve dan een vriend van me die ik wel twee keer vlak voordat hij heen ging, zou ik maar zeggen, nog bezocht heb. Ja. Waarbij ik zeker in de laatste bijeenkomst het idee had dat ik op satsang was. Bij hem? Ja. En wat leerde je van hem dan? Het ging niet zozeer over inhoudelijk of informatief iets leren, maar gewoon hoe zijn, om het zo maar te zeggen, zijn straalde, de stilte die daar hing. Ja.
de totale iemand die echt helemaal rond en klaar was. Zo mooi. Echt, dat was super. Dus een leraar kan, stel jij verongelukt, zouden we jou gewoon kunnen opbaren? Nee, daarvoor moet wel iemand nog zogenaamd in leven zijn. Energie natuurlijk. Kijk, je zou kunnen zeggen dat feitelijk alles hier nu is. We beleven dingen, onze mind of onze hersenen, die maken er een lineair gebeuren van, de stapjes in de tijd. Feitelijk is alles hier nu gewoon aanwezig. Dus als jij je bijvoorbeeld afstemt op de energie van Ramana Maharshi, dan kun je die energie voelen. Ja? Als je je afstemt op Nisargadatta, kun je die energie ook voelen. En als je daar een beetje in getraind bent, kun je dus ook voelen wat het verschil is tussen die twee. In de zin van hun persoonlijk smaakje, zal ik maar zeggen, of kleurtje, is heel duidelijk te merken. Waarbij Nisargadatta een wat krachtiger typeje was. En Ramana wat zachter en ruimer, zou je kunnen zeggen. Ja. Ze verwijzen allemaal naar hetzelfde. Ja. En toch hebben ze allemaal net een ander kleurtje, zou je kunnen zeggen. Ja. En is dit ook waar Jezus naar verwees? Ik weet niet, waar verwees hij naar? Nou ja, naar dit. Ja, ja. Alle leraren, en voor mij was Jezus niet anders, gewoon dus een verlichte leraar, die verwijzen allemaal naar hetzelfde. En iedereen doet dat natuurlijk op zijn eigen manier, in zijn eigen cultuur of tijdsmoment. Dus wat we nu eigenlijk met Kerstmis weer vieren, is eigenlijk gewoon de geboorte van een goeroe. Ja, zo zou je het kunnen zien. Hoewel natuurlijk dat kerstfeest eigenlijk een lichtfeest was en niks met het christendom te maken had. Dat werd al gevierd lang voordat de christenen zich daarover ontfermden, zou ik maar zeggen. Ja, de film Zeitgeist komt dat mooi naar voren, ja. hoe dat eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar gezocht is. Ja, ja, ja. Het is gewoon een beetje stelen van dingen en gebruik maken van bepaalde gebruiken. In Suriname wordt feest gevierd als iemand doodgaat. Dan lopen ze helemaal te swingen met die kist. Zou je kunnen zeggen dat de dood gewoon ook uiteindelijk de grootste bevrijding is? Ja. Ik hoor de doden weinig klaar. Dat is waar. Dus we kunnen in die zin beter compassie hebben met de levenden. En met de doden zit het wel goed. Ja. Laat doden de doden begraven, zei JC. Het begint al aardig donker te worden, Hans. Ja, verlichting raakt op. Ja, we zijn door onze verlichting heen. Hadden we nou toch maar een lamp meegenomen. Wat is nou de meest gehoorde kritiek op dit hele onderwerp? Er is natuurlijk een hoop gebeurd in het verleden, met allerlei goeroes en... Ja, in die sfeer, ja. Ja. Wat zijn de risico's van het vak? Een van de risico's is dat er in spirituele kringen, zal ik maar zeggen, dezelfde conditioneringen bezig zijn als waar mensen normaal al in zitten. Dus als ik bijvoorbeeld de neiging heb om goedkeuring te zoeken, dus ik ben buiten mezelf aan het zoeken, en ik ga proberen jou tevreden te houden, want dan voel ik me goed, kan ik hetzelfde gaan doen naar een leraar of naar het groepje daaromheen. Vereering. Ja, en een soort afhankelijkheid die kan gaan ontstaan om proberen in een goed blaadje te vallen bij de guru of bij zijn inner circle, zal ik maar zeggen. Of proberen in die inner circle te komen en daar een fijne taak te verwerven. Of... Dat zijn tricky dingen. Maar die zijn natuurlijk net zo goed aanwezig in bedrijven, families, vriendenkringen. Maar dat gebeurt daar dus ook. En soms heeft dat hele pijnlijke gevolgen. Het kan gebeuren, en dat hoor ik ook vaak, van dat iemand dan heel dichtbij gelaten wordt door een leraar. En op een gegeven moment doet hij of zij dingen die de leraar niet prettig vindt. En dan wordt iemand letterlijk rijen teruggezet. Nou, dat wordt dan als traumatisch ervaren. Ja, Alexander Smit had daar ook een handje van, hè? Ja, die deed dingen op zijn manier. Hij was nogal in de dames geïnteresseerd. Ja, jij bent niet in de dames geïnteresseerd. Jawel, maar ik bedoel, vrouwen zijn prachtig, daar gaat het niet om. Ik ben niet op zoek naar een relatie. Nee. Dus dat is geen onderwerp in die zin. Nee.
Maar is dat een reden waarom je misschien ook geen weekretraites meer doet of weekenden? Want dan lijkt me die clubvorming helemaal. Nee, dat heeft daar niet zo mee te maken. Gewoon na 10 jaar dan heb je het wel gezien. Ja. En daar komt een heleboel meer bij kijken. Vooral als het te vroeger gebeurde dat in mijn eigen centrum. Dus de hele verzorging enzovoorts, die moet je dan ook doen. Boodschappen halen, kamers in orde maken. En daar hadden we wel assistentie bij hoor. Dus dat hoefde ik niet in mijn eentje te doen of met mijn toenmalige partner alleen maar. Maar dan nog, dat is tamelijk intens. Het gaat een hoop tijd in zitten, hè? Ja, en een hoop, hè, wat ik zeg, andere dingen die eigenlijk niet zozeer met de inhoud te maken hebben. Ja. Dus ik kan natuurlijk niet uitsluiten dat er weer een keer een weekend of een week gaat gebeuren. Want ik had ook niet bedacht een jaar geleden dat ik weer satsang zou geven. Dus we zullen wel zien. Wat mij nou is leuk lijkt, Hans, want ik ben wel van de nieuwe dingen uitproberen, is een keer een vliegtuig huren. En dan gewoon een satsang in de lucht. Oké. Hè, dat we gewoon een paar uurtjes gaan vliegen. Ja, want daar zit je toch met z'n allen gewoon in een stoel. En jij zou dan op de plek kunnen staan waar normaal de stewardess de aanwijzingen geeft voor als het vliegtuig crasht. Ja. En dan zonder parachute laten springen. Ja, bijvoorbeeld. Doe maar. Voor degene die echt doorhebben van ik ben het lichaam niet. Oké, deurtje open. Laat maar zien. Ga maar, laat maar zien met je grote mond. Ja. Ik wil graag alles loslaten. Huppakee, hier, doe maar. Spring maar. Mooi idee. Ja. Leuk. Gaan we over nadenken. We zijn bijna aan het einde van onze wandeling door de Heijense bossen. Bijna in het donker. Verlichting, daar zijn een hoop misverstanden over. Hè? Ja, dat kun je inderdaad wel zeggen. Wanneer is iemand verlicht? Bestaat er zoiets als iemand die verlicht is? Nee, want dat is eigenlijk al een rare tegenspraak natuurlijk. En tegelijkertijd vond ik het wel heel leuk dat bijvoorbeeld een type waarvan we niet weten wie het is, Jet McKenna, gewoon heel duidelijk zei, ik ben hartstikke verlicht. Ja. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, waarom? Nou, je kunt het gewoon zeggen, wat geeft dat? Ja. En of dat dan syntactisch of semantisch allemaal verantwoord is, who cares? Ja, want dat is een discussie die je veel hoort. Laten we de tussentijd nog even verder lopen. Ik krijg het koud en ik heb honger. Okay. En ik moet plassen. Nou, maar voor de rest is alles oké. Genoeg, ja. Is ook plassen tijdens het interview. Nee, de ene leraar zegt alweer eens van de andere leraar, ja, die heeft het niet gezien en die heeft het wel gezien en ik heb het alleen maar gezien. Ja, leuk hè? Ja, dat is één groot circus. Nou, dat zou je bijna wel gaan denken. En, ik bedoel, het kan waar zijn of niet waar, maar uiteindelijk, wat doet het ertoe? En als jij dan toch zo verlicht bent, waar maak je je druk over? Gebeurt niet alles in dit wonderlijke unie of multiversum gewoon spontaan zoals het gebeuren moet? Ja. Dus inclusief wel of niet verlicht geachte leraren. Maar goed, als ik eindelijk de stap zet om me over te geven aan een leraar, dan hoop ik toch wel maar dat het eentje met een keurmerk is. Er bestaat geen vereniging van goedgekeurde goeroes. Nee, exact. En wie zou dat ook moeten doen, hè? Dat wordt altijd een zichzelf benoemde, hè, eentje uit het groepje wat jij net zegt van ik ben de enige die verlicht is. Je weet bijvoorbeeld dat Han van den Boogaard van tijdschrift Inzicht, die zegt dat hij inmiddels wel een neusje ontwikkeld heeft voor wie wel het niet gezien heeft. Dat zou kunnen, ja. Hij zou misschien zo'n verbond... Ja, dan moet hij dat doen als hij dat doet. Dan ben ik benieuwd of ik door de keuring kom. Ja, maar, ja, maar is, ja, is er een stelregel te noemen om te zien of jouw guru wel een goede guru is? De enige stelregels die je zou kunnen bedenken is... wijst die je op dingen die waar zijn, dus op neigingen in je. Ja. En helpt die je om los te komen ook van hemzelf. Aha. Dat lijkt me heel handig. Dus waar het voor mijn gevoel om gaat is proberen mensen zo snel mogelijk op hun eigen poten te laten staan. En niet om ze 10 jaar lang aan je voeten te laten zitten. Ja. En als je neigingen constateert die altijd gebeuren in spirituele clubjes. Van projectie naar de leraar of afhankelijkheden en allemaal van dat soort dingen. Ik denk dat het fijn zou zijn als dat zo snel mogelijk aan de kaak gesteld wordt. Ja. En verder vind ik het denk ik belangrijk dat een leraar open moet zijn voor kritiek. Dus niet dat hij de heilige uit gaat hangen en van ik ben perfect of zo. Mm-hmm. Ik weet heel veel van energie en bewustzijn, zou ik maar zeggen, maar dat wil niet zeggen dat ik alles goed doe. Dus jij staat open voor kritiek? Ja, dat lijkt me wel nuttig. Ik denk dat ik meer geleerd heb in mijn leven, en nou even los van of dat nou over verlichting ging of niet, maar door confrontaties en door mensen die de moed namen om me aan te spreken op bepaalde dingen, dan door degene die altijd van, oh ja, handje goed zo, en dan ben je toch een toffe knul. Dus dat ontwaken, dat houdt nooit op. Dat verdiept zich en verdiept zich. Ja, je zou kunnen zeggen, het universum of het zelf, of hoe je het wil noemen, of niet zelf van mijn part, is eindeloos.
Dus het proces van ontvouwen gaat ook eindeloos door. Dus als ik het bij deze hou, ik ontdek ook nog, nou niet dagelijks, maar met enige regelmaat nog stukjes van, oh wacht even, daar zit nog iets wat zich tonen wil of bevrijden wil. Of ja. Daar hou ik nog iets af. Of alleen, ik kan er niet meer omheen. Ja, dat is niet iets in jou wat dat tegenhoudt. Nee, dat gaat niet lukken, want dat voelt zo onnatuurlijk. Ja. Oké, Hans, laten we gauw naar binnen gaan. Ik krijg koude oren. Ja. Ook dat nog. Bedankt voor deze wandeling. Ja, jij ook. Hartstikke goed.